jouw idool in het betaald voetbal? Mijn idool in het betaald voetbal was altijd Jaap Stam. Dat vond ik gewoon echt een goede speler, goede mentaliteit. En ik denk een van de beste verdedigers die Nederland heeft voortgebracht. Hoe vaak ga jij komend seizoen scoren, denk je? Komend seizoen? Gemiddeld scoor ik denk ik 1 keer per seizoen. Dus ik ga ervan uit dat ik dan, ik hoop dat ik 1 keer scoor, dan ben ik al blij. Wat is je lievelings tv-programma? Lievelings tv-programma? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik kijk weinig tv. Als ik tv kijk, kijk ik alleen naar het nieuws. En ja, meer niet eigenlijk. Voor welke club was je toen je klein was? Ik ben altijd voor Ajax geweest, nog steeds. Omdat ik, ik kom uit Amsterdam, hè. Dus. Ja, ik ook. Ja. Wat ging er toen je heen, toen je bij de huldiging was? Al die supporters gingen juichen. Ja, ik heb het nog nooit meegemaakt, dus ik vond het echt heel leuk. Er waren heel veel mensen en het was gewoon leuk om mee te maken. Wat heb je liever, de KNVB-beker winnen of de Eredivisie winnen? Kampioen worden in de Eredivisie? Ja, ik denk dat wel het leukste is, ja, kampioen worden in de Eredivisie. Heb je zin in de vakantie? Ja, ik heb zeker zin in de vakantie. Ik kan eigenlijk niet wachten, het was een lang seizoen. Dus een tijdje, een beetje tijd voor ontspanning nu. En ik ga met mijn gezinnetje naar Barcelona. Dus dat is wel leuk. Ik heb gehoord dat jullie met het hele team naar Barcelona gaan. Wat gaan jullie daar allemaal doen? Nou, het schema is nog niet bekend, maar we gaan sowieso naar de wedstrijd van Barcelona. En daarna gaan we gewoon lekker genieten, uitgaan, lekker op het strand chillen. Dat soort dingen allemaal. Nou, bedankt en heel veel succes in de Eredivisie. Dankjewel, komt goed.